Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. Welkom voor alle nieuwe kijkers en nieuwe abonnees. Hartstikke leuk dat jullie mijn kanaal gevonden hebben. Ik ga als eerste dadelijk beginnen met twee energiekaartjes. Ik ga dit keer een algemene legging doen, dus ik ga me laten verrassen waar deze legging over mag gaan. Ik begin met de magische wegwijzers. Twee kaartjes uit dit deck en vanuit daar gaan we de verdieping in. Zo. Oké, welke boodschappen mag ik overbrengen voor het collectief, voor de mensen die aan het kijken zijn? Nou, die vliegt toch al heel ver weg. Oké, wat mag ik nog meer zeggen? Nou, oké. Tovenaar van bewustzijn en de bottenverzamelaar. Ik pak heel even een boekje erbij, ik weet niet helemaal precies waar de bottenverzamelaar ook alweer voor staat. Even kijken. Wanneer de bottenverzamelaarster verschijnt, vraag je goed te kijken naar je omstandigheden om te zien of je volledig aanwezig bent, of dat je reageert op dingen uit het verleden en op verwachtingen die je onbewust hebt. Telkens wanneer iemand ons pijn doet, vooral wanneer je jong bent, lijkt het alsof ons iets wezenlijks wordt ontnomen. Wij passen ons aan en accepteren een bijzondere versie van de waarheid, die in de toekomst ons gedrag bepaalt wanneer een situatie tegenkomt die ons herinnert aan deze oorspronkelijke gebeurtenis. Wat we van onszelf weten, wordt dus beïnvloed door de beperking die we onszelf opleggen. Misschien heb je het gevoel dat je niet de moeite waard bent, of heb je geen moed. Misschien denk je dat je lelijk bent of niet geliefd, of verwacht je kritiek. Wat je ook afvraagt, de bottenverzamelaarster herinnert je eraan dat de waarheid is dat je een krachtig persoon bent met grenzeloos veel mogelijkheden. Heel mooi. Pak ik ook gelijk even de tovenaar van bewustzijn erbij, nu we het boekje in handen hebben. Mindfulness gaat over op lettend zijn en neutraal blijven over wat er in de wereld om je heen gebeurt. Dit geldt ook voor de wereld binnenin jezelf. Als je inwendige strijd voert en hier goed naar kijkt, zorg je dus voor een nieuw krachtig perspectief dat ongemakkelijke gevoelens en opwindingen neutraliseert. Je kunt nu de dingen duidelijk zien, niet belemmerd door een mening of een wens. Om de wereld al als een loszittend kledingstuk te dragen, moet je weten dat alles wat er gebeurt niet persoonlijk is. Mensen komen en gaan, ervaringen, ontwikkelingen zijn en veranderen steeds, ook al wil je graag dat alles hetzelfde blijft. De tovenaar van bewustzijn vraagt je om behoefte om de dingen uit te spitten, op te geven of een grens te stellen aan wat je nu ondervindt. Het is allemaal goed. Laat het gaan en zie hoe het wonder zich ontvouwt zonder enige directe bemoeienis van jou. Dus eigenlijk mag je dus vanuit de andere kant gaan bekijken dat je eigenlijk niet altijd het bevestigd moet hebben waar jij in de situatie zit. Dat jij dus inzichten mag verkrijgen, het stukje waar jij dus vroeger mee hebt gekregen en door de situatie wat je mee hebt gemaakt, hoef je je eigen niet meer vast te laten zitten. Het is goed zoals het is en niet alles heeft meer effect op jouw leven. Probeer dat ook niet zo te houden. Je kunt hier een wijziging in aanbrengen door meer in je kracht te gaan staan. Goed te gronden, goed te aarden. Daardoor zul jij merken dat het licht weer gaat schijnen in jouzelf. Dat jij het weer met positiviteit gaat vullen, waardoor jij andere inzichten gaat verkrijgen over een situatie. Waardoor jij dus ook niet meer elke keer die bevestigingen nodig hebt en dat je vanuit je eigen gevoel keuzes en beslissingen kunt gaan nemen. Oké. We gaan even met de lightseers erop, de verdiepingen.
Nou, mijn handen zijn eigenlijk net te klein voor het dek qua dikte. Best wel dikke kaarten. Altijd last met deze om te goed te schudden. Oké, maar dat wil niks zeggen over de boodschappen die we gaan krijgen natuurlijk. Oké, ik wil graag de verdieping in op deze living. Wat mag ik als boodschap voor de lieve kijkers op tafel krijgen? Mag ik nog twee kaartjes alsjeblieft? Oké. We hebben de 10 van staven. Dus er gaat een eind komen van de cyclus. Je gaat bepaalde ballast loslaten. Op dit moment neem je het nog mee. Want als je kijkt hoe zwaar beladen dat dier... Ik weet eigenlijk niet eens wat voor dier het is. Een bison. Je neemt nog heel veel mee. En eigenlijk wordt daardoor jouw pad alleen maar zwaarder. En dat is het stukje waar je dus eigenlijk hier met deze kaarten ook al zag. Je neemt zelf de ballast uit je verleden mee. Waardoor jij dus bepaalde denkwijzen en gevoelens eigenlijk naar je toe gaat halen. Wat dus niet meer passend is. Dit is het stukje waar je je eigen zelf in vast gaat zetten. Dat je je eigen beetje aan het verloochenen bent. En dat je dus wel de schakelaar hebt om deze zeer die je hebt gehad in het verleden op te gaan lossen. Deze pijn die je hebt gehad is tijd voor heling. Je mag hiernaar gaan kijken. Je mag deze hartzeer weer op gaan lossen. Voor mij voelt het ook heel erg dat jij te veel in die neerwaartse spiraal blijft zitten. En dat je het eigenlijk je hart zo in deze toestand laat door jouw gedachten die je op dit moment hebt. Doordat jij dus eigenlijk een beetje in het negatieve blijft denken, zul je ook merken dat deze meer tot stand blijft. En dat je dus ook lastiger dus die ballast die je hier dus nog allemaal mee gaat sjouwen, die, terwijl je die eigenlijk al los kunt laten, daadwerkelijk dan uiteindelijk wel los kunt gaan laten als je die inzichten gaat verkrijgen. Maar daarvoor moet je zelf die knop om gaan zetten, dat jij die stukken niet meer mee hoeft te nemen. En dat je dus ook echt niet meer zoveel meer hoeft te doen, dat je uit dat hoofd mag. Het zijn hier al een aantal zwaarden natuurlijk die we hebben. Dat zijn echt dat je te veel in je hoofd zit, dat je er te veel mee bezig bent. En dat zijn aspecten wat dus eigenlijk voor deze reading dus voornamelijk opspeelt om hier je lichtje op te schijnen, om daar je aandacht op te focussen, om ja, toch om te gaan draaien. Moet ik hem op kop nemen, de kaart? Nee, oké. Je wil heel graag uit deze situatie en dat zou mogelijk zijn als je met de juiste intenties gaat manifesteren. Niet vanuit je angsten en ego, maar met de puurheid van jezelf. Als je daarmee aan de slag gaat, dan zul je weer kunnen manifesteren en een vooruitgang kunnen gaan krijgen. Maar op dit moment zit je echt heel erg nog vast in deze situatie. Je hebt daar nog niet de uitweg gevonden. Wilde jij hier weer een bepaalde viering in voelen, vooruitgang? Ik ga hier gelijk even de verdieping op in. Want voor sommigen geldt het ook dat het te maken heeft, dat die hartzeer te maken heeft met een verbinding waar je in zat, een huwelijk. Dus ik ga heel even met de andere tarot voor een groep de verdieping in. Oké, ik wil heel even graag weten waarom de 4 van staven onder de 3 van zwaarden ligt. Ik wil even helderheid hierover, de verdieping op in. Nou, hallo dan. Moet hij op kop? Ja. Oké. Je hebt bepaalde inzichten gekregen in die verbinding, waardoor dat hartzeer tot stand is gekomen. Jij bent aan het wachten totdat er iets uitgesproken gaat worden. Dat heeft te maken met iets via justitie. Het kan dus zijn dat het te maken heeft dat er een uitspraak gaat komen van een scheiding. Maar het kan ook zijn dat er een vechtscheiding is of nog een rechtszaak loopt over het feit dat er nog spullen verdeeld mag gaan worden.
Daar zal een bepaalde balans uit gaan komen. Jij bent nu nog niet helemaal stabiel. Jij staat niet in je kracht. En dus handel je dus niet vanuit jouw intuïtie. Dat is dus ook wat ik hier heel erg voel met die zwaarden. Je zit te veel in je hoofd. Maar weet dat je wel de kracht kunt bezitten om uit dat hoofd te gaan. En dus wel weer het tij te keren. En je balans erin terug te gaan vinden. Ja, dan zul je merken dat je hart geheeld kan worden. En moet die op kop? En die? Hoe moet deze dan? Omdraaien, oké. Okay. Er kan dus nu nog niet iets stabiels opgebouwd worden. En dat heeft te maken met dat stukje juridische aspect wat nog eerst afgehandeld moet worden. Daardoor blijf je ook een beetje vastzitten in dat hartzeer. Omdat je dus nu niet die vooruitgang kunt krijgen. Omdat je dus eigenlijk vastgehouden wordt in die situatie. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dit is voor een bepaalde aantal kijkers. Uiteindelijk zul je in gaan zien dat het hart er zeer nodig is geweest. Omdat er dan uiteindelijk een nieuwe beker aangeboden kan gaan worden. Op dit moment zie je daar nog niet de helderheden in. Omdat je te veel nog in je verdriet zit en in jouw hoofd. Dat heeft te maken met een verbinding wat niet zuiver was, waar je in zat. Waar je wel los uit gaat komen. Hij kwam dwars. Dus je bent al uit die situatie aan het komen. Maar het heeft dus nog wel tijd nodig om volledig los te zijn van die situatie. En dat heeft vooral te maken met dat stukje wat die uitspraak nog is. Waardoor jij dus nu ook nog geen stabiliteit op kunt gaan bouwen. Omdat eerst die uitspraak nodig is of die... scheiding, definitieve scheiding, alvorens jij eigenlijk die vooruitgang weer kunt krijgen. Maar je bent in je kracht aan het komen, je bezit al kracht. Het is alleen belangrijk dat je goed geaard blijft, dat jij dus vanuit je intuïtie blijft handelen en niet vanuit jouw hartzeer of vanuit jouw ego. Dan zul je merken dat jij die knopen door kunt hakken, dat je stabiel kunt gaan worden, in je kracht kunt gaan staan en een... Ja, dat ook duidelijk uit durft te spreken van dit is mijn grens, dit wil ik niet meer, hier ga ik voor, het is klaar en we gaan verder. Oké. Als jij op dat punt gaat komen, zul je merken dat er iemand op je pad gaat komen die liefdesbeker, dat heeft met deze liefdesbeker te maken. Dat is iets wat jij aan het manifesteren gaat. Oké. En dan zul je inzien dat, dat je niet meer vastzit. Dat je vooruit kunt. En dat je dus niet meer eigenlijk vanuit je eigen illusie, eigen angsten blijft handelen. Die hartzeer gaat opgelost worden. Je gaat uit die stroming komen. Ik mag nog even verder de verdieping in met de Energy Orakel. Oké, wat mag ik nog weten voor deze legging? We hebben second chakra, aartsengel Ariel. Moet ik die pakken? Oké. Dus als je die heling verricht, goed in je kracht komt te staan, zul je die happy family kaart naar je toe kunnen gaan trekken. En dan zul je merken dat... jouw karmatische lessen nodig zijn geweest om jou te laten groeien
in deze situatie. Zodra je dus ook in jouw eigen kracht gaat staan, bepaalde helingen hebt verricht, zul je merken dat je weer overvloed naar je toe kunt trekken op emotioneel vlak. Dat heeft te maken met die koning die hier ligt. Die kan dan naar jou toe komen om deze handreiking te doen. Dat kan een hele stabiele situatie worden. Deze persoon weet wat hij wil. Hij is stabiel. Dit zal hij dan ook uitstralen. En daar kun je dus verder in groeien. En dan zul je ook merken dat je bepaalde aspecten die hier uitgesproken werden bij deze kaarten, dat jij andere perspectieven mag gaan verrichten. En dat je vanuit het positieve naar situaties kunt kijken. Het is heel belangrijk om die vergevenis te geven. Die persoon waar je nu dus die hartzeer van hebt en waardoor je dus heel veel in je hoofd zit, die mag je eigenlijk, ja, hoe moeilijk het ook is, vergeven. Je mag de situatie omarmen dat dat jouw levensles is. Daardoor kun jij groeien. Daardoor kun je je blokkades op gaan heffen. En daardoor kun jij echt iets heel moois naar je toe gaan krijgen op de langere termijn. En hoe zwaar deze lessen ook zijn, jij zult er alleen maar sterker uit kunnen gaan komen. Dus ik hoop, als jij hier een verhaalstuk in ziet, dat je in je eigen kracht komt te staan. Dat jij zelfliefde gaat ervaren weer. En vanuit dat perspectief dus verder kunt gaan groeien. Heel veel succes als je met dat juridische stukje nog zit. Weet dat zolang jij dus vanuit jouw kracht gaat handelen en niet vanuit jouw ego, dat het juiste op je pad zal blijven komen en dat het juiste uitgesproken gaat worden. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop, als het met je resoneert, dat je een berichtje achter wil laten of een like. En dan wil ik jullie ontzettend bedanken weer voor het kijken. En dan heel graag weer tot snel. Doei doei!